Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft door de aanhoudende regens in het binnenland tot nu toe 44 scholen gesloten. Het gaat om 22 scholen in Sipaliwini en 2 in Brokopondo. De afgelopen dagen kampt het binnenland met enorme wateroverlast door zware regenval en door de openstaande spuikkleppen van de Afobaka waterkrachtcentrale. Directeur van het Algemeen Vormend Onderwijs, Sherida Salman Berggraaf, vertelt in gesprek met onze nieuwsdienst hoe het ministerie is omgegaan met deze overmachtssituatie. We hebben vanaf het begin houden we het in de gaten, omdat we een taskforce binnenland hebben die dus alles voor ons nagaat en monitort en ons op de hoogte houdt van wat er allemaal in het binnenland gebeurt. Dus in een heel vroeg stadium konden we al inspelen op het stijgen van het water en onze voorbereidingen treffen. Want dit is iets wat jaarlijks gebeurt. En onze afdeling, dus de technische dienst, afdeling vervoer, was dus al in de startblokken om te kijken hoe en wanneer we eventueel leerkrachten naar de stad zouden moeten brengen. Door de leerkrachten terug te halen naar de stad, wordt hun veiligheid gewaarborgd en worden ze beschermd tegen de onhygiënische toestanden als gevolg van de wateroverlast. Salman geeft aan hoe de leerkrachten die terug zijn gehaald zullen worden ingezet. Voorheen was dat niet het geval, maar nu de onderwijsvernieuwingen gaande zijn, dan waar wij de trainingen naar het binnenland zouden brengen, is nu het binnenland in de stad. En dan worden de mensen dus in de stad getraind. En om welke training gaat het precies? Het gaat om de trainingen ontwikkelingsgericht onderwijs en andere trainingen in het kader van de onderwijsvernieuwing. En hoe wordt gedaan met de kinderen die dus nu een leerachterstand zullen oplopen door deze ontstaande situatie, buiten de schuld van het ministerie om? We zaten al met een leerstofachterstand door COVID en door waterloverlast maakt dus de achterstanden alleen maar groter. We hebben gemeend om middels de technologie te proberen de kinderen erbij te houden door afstandsonderwijs aan te bieden. Het is ongelijk omdat je ook ongelijke situaties hebt. Het ene gebied bereik je beter dan het andere gebied. Dus we gaan proberen om te kijken wat voor welk gebied geschikt is. Het is of online of middels lespakketten. Of middels instructiefilmpjes, maar we gaan die kinderen wel erbij houden. De dienstwoningen van de leerkrachten hebben schade geleden. Hoe groot deze schade is, kon Salman Berggraaf nog niet aangeven. En ook niet wanneer de leerkrachten teruggaan naar hun posten.